Paul Harhuis, de kwalificatie zit erop. We hebben twee bewogen dagen achter de rug. Maar helaas is er niemand erin geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken. Ja, helaas. Er waren drie meiden die aan de kwalificatie begonnen. Uiteindelijk is één meisje, Jorovic, verantwoordelijk voor het uitschakelen van twee van onze meiden. In de eerste ronde Arantxa Rus. Ja, dit meisje staat gewoon met veel vertrouwen te spelen. En dat hebben de meiden aan het lijf kunnen ondervinden. Dat ze gewoon dat ze vertrouwen heeft, dat ze agressief speelt. En in beide wedstrijden gewoon net iets te goed was. Desondanks hebben Leslie en Bibiane hebben gewoon toch allebei twee rondes weten te winnen van sterke dames. Dus ze staan wel goed te spelen. Maar helaas vandaag net te kort gekomen. Ik had het gevoel dat Bibiane nog het dichtste bij eventueel een winst zat. Ik had het gevoel dat daar de rallies echt continu op een neergolfde. En dat ze toch wel kansen creëren, maar het niet naar zich toe kon trekken. Leslie had een tegenstander die gewoon toch met de lastige omstandigheden vandaag met de wind daarmee het beste omging. En ook het spel had om daarmee om te gaan. Veel afwisseling. Is nu een hoge bal, dan weer een harde, snelle bal. En dat deed dat meisje goed. En Leslie is daarentegen iemand die vooral heel vlak speelt. En dat is met de wind toch iets lastiger. En heeft moeite mee om dat zelf dan te gaan aanpassen, omdat dat niet haar spel is. Maar ja, ze moeten toch vertrouwen hebben gekregen. Want als je hier met alleen maar meiden tussen de 100 en de 200 staat. En je wint toch twee van je drie wedstrijden. Dan laat je zien dat je dicht tegen die top 100 aan zit. En dat is wat ze eruit mee moeten nemen. En dat is de doelstelling, denk ik, voor dit jaar. Om toch weer dichter naar die top 100 te kruipen.